Meneer Mol, gisteren maakte het Openbaar Ministerie bekend de denkkamerleden niet te vervolgen vanwege een uitspraak dat Nederlandse militairen moordenaars zouden zijn. Wat is uw eerste reactie daarop? Onbegrijpelijk. Absoluut. Het verstand staat erbij stil. Ja, en het Openbaar Ministerie die zegt dus van we gaan niet vervolgen. U maakt vandaag bekend dat u een artikel 12 procedure start bij het gerechtshof om het Openbaar Ministerie alsnog te dwingen te vervolgen. Waarom is dat belangrijk? Het zijn onze militairen en ik vind niet dat mensen onze militairen op een dusdanige wijze moeten wegzetten en vernederen. Daar komen ze eigenlijk ook aan mee. Maar op het moment dat moorden worden verzwegen, of het nou door Hennis is of Bijleveld of Koenders, maakt niet uit. Allemaal moeten naar onze mening verantwoording afleggen, hier in de Kamer en daar waar nodig. De beslissing om niet te vervolgen, die is slecht gevallen in Nederland. Er is veel ophef over, maar zeker ook in de Indische gemeenschap in Nederland. Ja, vanwege natuurlijk de geschiedenis, de vele veteranen. En natuurlijk ook vanwege het feit dat er vaak wordt gescholden, ook op Indische veteranen, van goed, moordenaars, bezetters. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, nou, ik kom uit voor een deel uit een knil familie. Ja, ik laat mijn familie niet op zo'n manier beledigen. En zeker na de Tweede Wereldoorlog, we hebben alles te danken aan de bescherming van de militairen. Dus kom niet aan ze.